Een paar dagen terug heb ik die rapportage ontvangen. En mijn eerste reactie natuurlijk, ik stond versteld dat de onderwereld zo indringend wordt. Dat ze helemaal bij een politiebureau gaan inbreken. En ik heb ook aangegeven dat ik het verschrikkelijk vind. Eigenlijk een klap in het gezicht van de politie. Niet alleen, maar ook het gehele opsporings- en vervolgingssysteem. Dat ze zo close komen. Dus dat is een vervelende ontwikkeling die zorgen baart. Heeft het te maken met dat politieagenten hand- en spandiensten verlenen voor de onderwereld? Die vergaande uitspraak zou ik niet willen doen. We moeten gewoon rustig het onderzoek afwachten. Minister, maar hoe staat het met de veiligheid op bijvoorbeeld politieposten, op het ministerie? Is er genoeg veiligheid, bewaking, camera's? Ja, kijk, we moeten... Er is niet genoeg. Anders zouden we dit niet hebben gehad. In ieder geval is het niet effectief genoeg. Anders zouden we geen inbraak daar hebben gehad. We moeten een grondige evaluatie doen. Omdat het ook mogelijk is om plekken te beveiligen met camerasystemen. Los van bewaking door mensen. Dus we moeten naar deze systemen gaan kijken. Hoe ze effectiever ingezet kunnen worden op de verschillende gebouwen waar binnen de politie, het ministerie huisvest. We hebben ook een geval gehad gisterochtend. 3 lijken zijn geconstateerd. Heeft u hierover ook rapportage gehad? Ik heb inderdaad rapportage gehad hierover. En de grove manier hoe dit gegaan is, ziet u van dat de onderwereld voor niets terugdeinst. Ik bedoel van als men een Ford Ranger in de fik kan steken om alleen maar afschrikking teweeg te brengen, dan zien we dat de onderwereld, in ieder geval ze zijn heel, heel, heel grof uitgekomen in deze. Minister, zou het dan niet op zijn plaats zijn dat er een persconferentie komt? We hebben bijvoorbeeld gehad grote drugsvangsten, we hebben gehad wapendiefstal bij ex-president Bouterse, we hebben gehad bij de kapitale delichten een inbraak, nu ook een andere vorm van criminaliteit, 3 lijken. Zou het niet goed zijn dat de justitie met een persconferentie komt om het veiligheidsgevoel te garanderen? Dat zou in dit geval zeker welkom zijn. We hebben wel een reguliere, we hebben afstemming dat we kwartaal geweest met een... een persbriefing, een persconferentie zouden komen. Maar inderdaad, de afgelopen dagen hebben we wat schokkende gebeurtenissen meegemaakt. En het is natuurlijk goed als we de gemeenschap grondig kunnen informeren.